Vergeleken bij de totale aantallen heeft Dordrecht geen krimp geleden. 1 dode van de ruim 1800 kwam van ons eiland. Het water kwam wel 373 meter boven het NAP, maar de dijken hielden het. En toch is 1953 iets wat in ons geheugen en in de straatstenen gegrift staat. Waar we nu staan, als je daar de foto's van bekijkt hoe het in 1953 was, dan geeft dat wel een indruk van, het is kantje boord geweest. Je zou maar op de Staart hebben gewoond. De Staart ligt buitendijks. Hetzelfde geldt voor het lijnbaangebied, hetzelfde geldt voor het hele havengebied. Maar wat denk je van alle buitenpolders achter de Wieldrechtse Zeedijk? Die zijn helemaal onder water gelopen. En de mensen die daar woonden, en dat waren er ook aardig wat, die hebben toch ook het een en ander meegemaakt. Misschien nog wel meer dan hier in de stad. Met haar ligging op de rand van het rampgebied heeft Dordrecht in 1953 als hulpverleningscentrum gediend. De zieken en gewonden kregen de noodzakelijkste zorg, maar ook de andere ontheemden kregen door te zien. Alle evacuees die in Zeeland hun huis kwijt waren, werden op boten geladen en uit het rampgebied gehaald. En wat was dan de dichtstbijzijnde grote plaats waar men in staat was om zulke grote hoeveelheden slachtoffers op te vangen? Dordrecht. Dus ze kwamen hier met scheepsladingen aan en zijn op de buitenkalkhaven vooral, maar ook wel op de handelskade en andere kades, zijn ze van boord gekomen en vaak meteen in bussen gezet en doorgevoerd naar Utrecht bijvoorbeeld, de jaarbeurshallen. Omdat men het in Dordrecht toch ook nog niet veilig achtte. Ik zei al, de dijken hebben het gehouden, maar vraag niet hoe. En soms ook net niet. Dus men dacht van, we moeten die slachtoffers niet hier nog een keer houden. Want stel je voor dat het nog een keer met het volgende tij hoogwater onder water zou lopen. Dus al die mensen zijn in bussen gezet en gelijk doorgevoerd naar bijvoorbeeld Utrecht. Na 60 jaar zou je toch denken dat we het water wel kunnen weerstaan. Vanaf de zeekant, daar hebben we het nu al aardig opgelost. Maar dat is het bijzondere van Dordrecht, het water kan van twee kanten komen. Als de Rijn veel water heeft af te voeren, dan stijgt het water hier ook. Zeker als bijvoorbeeld de Maaslandkering het zeewater buiten houdt, kan het rivierwater er ook niet uit en dan hoogt het zich weer op. En ja. Iemand die het water heel dichtbij heeft zien komen is Leen Vervelde. Hij woonde als 6-jarig jongetje op de Dordtse Kil. Als kind hebben we dat niet zo ervaren van die grote ramp. Hadden we niet eens, we vonden het eigenlijk wel spannend. We wisten natuurlijk niet wat er allemaal nog gebeurde en gebeurd was. Het was wel interessant. We werden zondagsmorgens werden we weggehaald. Want het was te gevaarlijk hier. Want het water stond nog te boven aan de dijk. En als de dijk doorgebroken zou zijn, had het water nog 1,5 meter op zolder van de boerderij gekomen. Dus toen zijn we met bussen zijn we van de tweede tol vandaan naar Dordrecht gebracht. Op zaterdagavond zei uw vader, er gebeurt toch niks. Hij zegt, het is wel eens meer hoogwater geweest. En dan ging lekker naar bed. Maar toen sloeg het water over de dijk heen. Van de kennissen die bij ons op visite waren, die gingen naar huis en toen sloeg het water tegen de auto aan. Ja, en de volgende dag zijn jullie toch naar de stad gegaan? Toen zijn we naar de stad gegaan. We zijn hier met vrachtwagens die hier zand reden, zijn we naar de tweede tol gegaan. En daar zijn mijn bussen naar de stad gebracht. Er zijn mijn een of andere school geweest. Ik zou niet meer weten welke school. Maar het was wel het laagste punt van het eiland van Dordblik achteraf. Als kind heeft de watersnoodramp voor Leen eigenlijk maar 1 negatief gevolg. Toen was het natuurlijk, wij speelden altijd langs die keel. Wij gingen altijd jutten. En toen kregen we natuurlijk een moment dat we niet meer langs de keel mochten komen. Omdat al dat meubilair uit Hoekzewaard, dat lag hier tegen de dijk aangespoeld. En dat kwamen de zorg uit Hoekzewaard ook allemaal wel weer ophalen. Dus we kregen een jutverbod en dat was voor ons toch wel heel erg hoor, als kind zijnde. Want dat was het beste tijdverdrijf hier? Ja, dat was het mooiste hier langs die keel. Daar was altijd wat te beleven. Wij zwommen zonder in de keel, we duikplanken, alles hadden we. Dan kwamen ze van de tweede tol, kwamen alle jongens en meisjes hier zwemmen. Dus ik ben langs die keel opgegroeid en met groot plezier. Ik woon er nog steeds met heel groot plezier. De stad is maar de watersnoodramp op zich. Ik weet dat het gebeurd is, maar het heeft op mij niet zoveel indruk gemaakt omdat ik veel te jong was. Later ga je het meer realiseren als je ouder wordt en zegt, het is eigenlijk verschrikkelijk goed afgelopen natuurlijk. U heeft geluk gehad? Wij hebben geluk gehad, allemaal hier in Dordt.